Vandaag is eindelijk de dag dat wij het grote sumo-toernooi gaan beginnen. Ik heb er heel veel zin in. Dames en heren, jongens, meisjes, welkom allemaal bij een nieuwe Content Veens seizoen 4 video. In de vorige video, terwijl het zonnetje hier naar beneden gaat, hebben wij een prachtig... Daar komt-ie. Moet even doorlopen. Hebben wij een prachtig sumo-platform gebouwd. En vandaag is de dag dat we een toernooi gaan doen. Helaas kon niet iedereen erbij zijn in verband met de vakanties en andere drukte. Maar we hebben best wel wat mensen bij elkaar kunnen schrapen. Dus laten we maar gelijk die kant op gaan. En waarschijnlijk is het dan ook dag, want ik hou niet van het donker. Ik ben bang in het donker. Let's go. Wat een gezelligheid. Goeie mee. Hallo. Hey. 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 Waarom ben jij ineens koning in plaats van houttakken? Nou, ik heb dus gehoord dat wij iets kunnen winnen. Ja. En ik ben de koning. Kunnen we iets winnen, Joris? Is er een prijs? Ja, oh ja, ik weet de prijs. Ik weet dat er een prijs is. Ja, we hebben een prijs. Ja. Ja, we hebben een prijs. Dus ik ben de koning, dus ik win eigenlijk automatisch. Dus ik denk... Oké. Er is inderdaad een prijs. Hey, is het iedereen? Nee, we missen nog Harlow. Alleen Harlow kwam ook nog. Ja, ik kom eraan, maar ik ben even eten aan het fixen. Maar ik zie het joh. Jij, die Harlow weer. Hey, voor, kan ik ergens mijn spullen kwijt? Weet niet, ergens spullen kwijt. Ja, kan jij een barrel of iets? Je mag ze wel in mijn nieuwe kistenkamer. Jouw nieuwe kistenkamer? Nee, dit is mijn nieuwe kistenkamer. Nee. Ja. Oh, leuk gedaan, Rick. Dankjewel. Ik doe even deze. Ja, dan claim ik deze hier. Doe ik al mijn spulletjes in. Behalve je eten, zou ik zeggen. Ja, eten en je bed. Ook. Misschien is een bed handig om mee te nemen. Armor zou ik er ook lekker in doen. Hi, welkom. Dat ging ik raar. Ik heb meneer KB's. Ik wil alvast mijn excuses aanbieden. Ik heb verschrikkelijk last van mijn keel. Aanvaard. Oh, bedankt. Waarom eigenlijk? Ik heb echt heel erg last van mijn keel. Oh, nee, ik ga echt hoesten door jullie opnames. Nee, dan wil ik het terugnemen wat ik zei. Oké, maar toch blijf ik het doen. Kan je zelf niet gewoon op mute zitten? Nee, oh, niet zo hoest alsjeblieft. Ja, sorry. Dankjewel. We hebben meneer KB, Justin, Zezombo en René helaas niet bij ons. Die zijn helaas... En Ricky inderdaad. Oh, er zijn gewoon 5 mensen niet. Jeetje. De helft. Ongelooflijk. Hé, we gaan vandaag sumo spelen. En we hebben een blauw team en we hebben een rood team. Ja, het is ongelooflijk. Ik had niet verwacht dat we hier zaten. En Joris kan een manier bedenken. Die heeft een manier bedacht om de teams te bepalen. Want we gaan een toernooitje doen. Het wordt 1-1. En op die manier doen we een toernooi tot er, zeg maar, 1 iemand de meeste punten heeft. Oké? Okay? Heel simpel. Je kan een puntentelling daar doen. Je kan 3 punten halen. Best out of 3 doen we gewoon elke keer. Of de eerste, ja, als eerste die de 3 punten heeft gehaald, weet je. En alle punten onthouden we. Dus ik weet niet of we ook een boekje bij ons hebben, Joris. We kunnen het ook opschrijven, gewoon buiten de roleplay Minecraft om. Dus Joris, doe jij de... Wie tegen wie? Ja. Wie tegen wie gaan we doen? Hoe gaan we beginnen? Wacht even hoor. Wacht. Twee tellen. Oké. Wacht even, iemand vragen. Snap jullie het? Is het eerste tot 3 of nee, beste van 3? Eerste tot 3. Dus stel ik moet tegen Harlow, dan gaan we doen. Ben ik bijvoorbeeld team rood, is Harlow team blauw. En stel ik haal 3 punten, heb ik 3 punten in totaal. Maar stel Harlow heeft ook 2 keer gewonnen in die tussentijd. Dan krijgt Harlow gewoon 2 punten. Die niet 0. Dan krijgt hij de 2. Dus op die manier kan je gewoon zoveel mogelijk punten halen. Charvis, kandidaat 1. Daar heeft hem opgepakt. Rick. Verdorie. Rick, spring maar naar het platform. Spring maar naartoe. Okay. Kandidaat 2 is... Harlow! Oh, ja, goed. Ja. Jongens, kom maar aan. Harlow, welke team willen jullie zijn? Dat is voor nu dan altijd gelijk bepaald. Ik wil blauw. Jij wil blauw, Harlow? Ja, ik wil eigenlijk ook blauw. Te laat. Okay, dan heb jij hier, Rick, ontie. Zo, dat is je outfitje. Oh. En hier ook. Verdorie. De bedoeling is dat je elkaar... Waar is mijn broek? Niet, die heb je niet. De bedoeling is dat je elkaar niet dood... Ik ga even een dutje doen trouwens. De bedoeling is dat je elkaar eraf slaat. Dus stel je bent bijna dood en je hebt echt nog maar 1 hartje, dan mag je... Hoe doen we dat, Joris? Doen we dan gewoon een eetpauze? Dan noem je het eetpauze, dan moet je stilstaan. Ja. Mag je niet van je locatie beweegt, veranderen. Dus strafpunt inderdaad als je dan beweegt. Eetpauze, als je zegt stop eten, weet je, nou, dan sta je stil. Stel jij staat hier. Ja. Nou, dan is het ook echt eten. Regen je en dan ga je verder, oké? 3, 2, 1, go! Go. Hey, de valse start, joh. De valse start van Harlow inderdaad, wij keuren goed. Zijn jullie alle 3 voor Harlow daar? Dat jullie aan de rode kant zitten. Blijkbaar! Ja, jullie zitten daar. Hij moet elkaar. Oh. Meer meppen, Harlo. Zo. Ja, alsof dat het is. Oh. Rick gaat heel goed. Yeah. Hey, let's go, Rick. Yeah. Ik ben voor Rick. Let's go. Goed, Rick, dat is goed. Dat is 1 puntje voor jou. Andere kant, Joris. Ik ben blauw, maatje. Sorry. Floor, misschien moeten we naar de andere kant. Kom maar hier, je mag nog van team switchen. Ik heb er nog vertrouwen in. Je moet nog een keer, Harlo. Ja, wat moet ik toch? Harlow! Ja, je moet. De eerste die 3 punten haalt, is het. Ik kan het, Harlow! Oh, het is de eerste die 3. Oh, mijn god, dit duurt alleen maar langer. Jongens, we gaan ervoor. Oh, mijn god, Harlow! Je moet van midden hier springen. Harlow, ik help je met 1 extra blok.
Oh, het is niet Harlow proof. Doe de trapdoor even uit. Ja, ik heb het al gefixt, joh. Kom maar, Harlow. Ja. Hey, hier. Kijk. Klasse. Ik vind dat ook een puntje waard. Wat een afsprong. Goed, iemand anders, stel maar af. 3, 2, 1, go. Ik ben benieuwd. Oh, Harlow. Oh, Harlow! Nee. Oh, ja, goed zo, Harlow! Wacht, ik switch voor team! Nee, ik switch niet voor team, Harlow gaat... Nee, wel, ik switch voor team! Let's go, Harlow! Oh. Doei, Harlow! Hey, waar is mijn... Ja, ik support de les met Harlow, sorry. 3, 2, go! Oh! Valse start van Harlow! Pak hem, Harlow! Pak hem! Pak hem, jongen! Helaas. Je bent wel echt dik in. Ga je nou hier zitten, Char? Oh, Char, doppen. Ja. Goed, laten we de dingetjes er terug in. Nee, trouwens, we doen wel elke keer tegen de winnaar. Misschien is dat wel leuk. Niet. Nu moet ik blijven vechten. Dat kan ook. Jezus. Maar dan is de winnaar 3 ons toch al klaar? Ja, misschien is dat ook niet leuk. Laten we alles terugstoppen. Laten we elke terugstoppen erin. Elke kaartje. Ik kom terug. Oké, komt-ie. We doen wel gewoon op die manier. Rick, zeg maar tegen wie is. Komt-ie. Komt hij, hè? Dit persoon. Max. Tegen dit persoon. Oh. Hey, tegen Joris de Porus. Oh, Joris, oh, hebben we gehoord met z'n tweeën. Oeh, wie wil blauw? Ik heb meer outfitjes bij me. Wacht, ik zal iedereen wel even... Wacht, ik geef jou nu wel alle. Dan kun jij ze weer, omdat ik nu moet. Kun jij ze uitdelen. 3, 2, 1, go. Go. Oh, jeetje. Het gaat goed, hoor. Oh. Zo, hier zien we wel een overduidelijke winnaar al, hè? Ja, maar Joris was ook het beter met oefenen. Ja. Je ziet het al. Je ziet het. Oh. Oh. Ik denk dat die morgen nog zitten. Nee! Nee! Doe het, Joris. Joris, doe het. Ja, dit is lastig, oké. Oh! Wacht. Eetpauze. Oh, ik heb een halfbordje. Wacht even. Oh, mijn armor is ook bijna stuk. Gevaarlijke positie daar. Ja, ik sta niet heel lekker hier. Wacht even. Laat mij even nog genezen. Duurt wat langer voor een of andere reden. Kan er iemand een dokter bellen? Oké, ik ben zo goed als ready. Ja? Ja. Zeg het maar. Ja, ik wil anders... Go! Oh, ja! Ja! Lekker in! Wauw, blauw team voor de win. Ja, oké, prima. Is goed. Ik keur nog goed. Char is dood. Lekker Char. Oh nee. Nice. Geen armor aan. Geen armor aan. Misschien heeft toch iemand nog een elytra. Gok maar. Oké, 1-0 voor blauw weer helaas. Rood is een beetje vergoed, lijkt wel. Blauw is echt weer fantastisch. Komt door die outfit denk ik, Rick. Ja, het is rood. Ja, sorry, ik bedoel Trident. Wacht even op het publiek. 3, 2, 1, go. Ja. Op Joris. Woe. Gaan we weer. Ja, Joris. Gaat niet goed. Joris, doe het. Joris. Oh. Hoe kan dat, Joris? Ik probeer me af te leiden. Hoe kan dit? Ja, nou. Joris, kom op. Joris. Oh. Joris. Ja. Daar ga je. Joris, naar de zijkant. Joris. Oh, Joris, helm is stuk. Joris, helm is stuk. Gewoon dom. Joris, je kan het. Eten! Ja, dat zijn ze! Oh, man. Zullen we gewoon opnieuw vanaf hier? We gaan gewoon vanaf hier. Komt ie. 3, 2, 1, go. We gaan gewoon vanaf hier. Oh mijn god. Jeetje. Oh. Nee, Joris, let's go! Joris, let's go, man. Nou, echt jammer. Joris, dit is goed. Joris is goed, jongens, pas op. Hij kent het spelletje. Of jij bent slecht. Of ik ben heel slecht, dat kan ook. Heeft iemand in Team Rood al een punt gehaald? Nu, in 3, 2, 1, nu! Oh, wauw. Nu zit ik midden, je moet naar de zijkant. Oh. Jongens, wat doe je nou? Je zit een beetje in het midden te... Oh, alles gaat stuk. Zo, zieke... Joost is weer in het eten! Ik moet even de weg kwijt. Ik moet eten! Hey. Oh. Ja. Ik zei het nu iets eerder dan vorige keer. Ik denk, anders lijkt me weer dood. We hebben dit niet helemaal goed... Nee, je had wel golden apples moeten regelen ofzo. Ik
ben er klaar voor. Nee. Ik ben Moet je een nieuwe armor hebben? Ja, nee, ik ben er ook wel klaar voor. 3, 2, 1. Nu ben ik mijn voordeel. Ja, dat Dus pak ik het voordeel. Ja, ja. Oh, hij was juist, bijna. Juist, Joris. Juist, Joris. Oh, ik wil eten! Oh, 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 Joris! Dat is mijn ja, je zegt het wel echt heel laat. Oh, ik ga er weer. Is hij in het water gevallen of zo? In de wortels. Ja, oh, hij op je, prima. Komt ie. Ga verder. Oké. Okay. Nu hebben we helemaal geen armor meer. Nee, nu gaat het helemaal snel. Nou, ik kan jou ook gewoon even intikken en dan klaar. Ja, ja. Nee. Ja, let's go! Team Rood! Team Rood! Hey, dankjewel Floor voor de support! Ik ben ook support. Lekker Arlo! Maar is jullie potje nou klaar? Nee, nee, Joris kan er nog één. Nou, ik kan veel punten halen op die manier. Oké, Joris moet alleen rekening houden met eten. Ik heb geen helm meer op. Oké, 3, 2, 1, go! Jam is nu al stuk. Oh, daarom maak ik het twee down. Oh, oh, nee. Oh, 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 oh. Hey, yo, ja. Kijk. Oh, meppen. Meppen. Oh. Lekker meppen. Ziet er echt droog uit. Dit is een ritme, jongens. Eetpauze, 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 eetpauze. Je slaat elke keer nog één keer naar die eetpauze. Ja, dit is een half partje. Iemand eten voor me? Ik mag niet bewegen. Oh, Joris heeft. Joris heeft. Top. Ja, ik mag niet bewegen, dat is het ding. 3, 6, 8, go! Ik wist het. Ja, Rick! Ja! Ik wist het, ik ken Rick goed genoeg. Ik ken Rick goed genoeg. Ik wist het verkeerde. Oh, maar dat deed ik net ook. Oh, dit is wel spannend. Dat deed jij heel luister even in hoe je gaat achter. Ik eindig met 9 en dan go. Oeh, dit is wel spannend, Joris. In ieder geval de punten. Waar is jouw puntje? Ja, Arlo staat voor je. Laat Arlo even op landen. Komt ie? Ja, lekker Arlo. 2-2. Oké, nee, op zijn minst heb ik die 2 punten. Daar ben ik wel blij mee, anders had ik die gemist. 9, go! Ja, dit wist ik. Lekker Rick. Joris! Ja, nee, ja, ja, Joris al links, ja, eromheen! Ja, ja, ja. Goed zo, Joris, Joris! Joris eromheen! Joris eromheen! Ja, ja. Joris, wat doe je nou? Let's go! Floor! Yes, hallo! Hey! Trouwe fans is het begin! Ik denk dat het komt omdat ik een klopt. Ander... jouw outfitje was kapot en toen trouwe ben ik trouwe fans is het begin! Let's go! Mijn trouwe fans zit daar! Mooi. Daar ook! Goed! 3, 2, 1, go! Zo! Kom op, Floor. Even wat terug doen. Wat zijn die ronden? Het zijn 2 tonnen. Pirouetjes doen. Nee, Floor! Oh, ja. Nee! Blauw. Oh. Het was van korte duur. Ik moet nog waar is mijn support? Wat is dit? Ja! Joris, wat voor verrader ben jij? Wat? Je bent Team Blauw, wat is dat? Joris, ik vind, daarom heb je niet gewonnen net, Joris. Omdat je bij rood kwam. Oh, oh, zo begon ik ook, maak je geen zorgen. Ik ben een trouwens. Iemand moet de puntentelling doen. Nee, hallo. Jawel, dat hebben we. Oh, nee. Geef me even de tijd. Ja, het duurt even. Je wordt steeds nou, beter. Hij wordt er wel steeds beter in. Blijf je daar staan of kom je hierheen? Nee, ik maak daar wel voor rood hoor. Oké, okay, is goed. Is goed. Je gaat wel daar staan voor het gemak. Nee, ik doe wel zo. Goed, 3, 2, 1. Kom op, Floor, ik begon ook met de 2-0 achterstand. Wat? Oh, ja, trouwens. Nee, kom in, sorry. Ja, ja, sorry, sorry, go. Ik denk waarom laat je staan? Floor, ik begon ook met 2-0 achterstand. Je kan het. Floor, niet te veel springen. Niet te veel springen, Floor! Niet te veel springen! Oh, goed zo. Ja, dit is gewoon zielig. Hoezo? Ze doen veel pirouetjes, ze missen elkaar! Ze slaan elkaar ze raken elkaar niet eens. Het is alsof er een balletvoorstelling aan het kijken zijn. Ja. Balletvoorstelling. Oh mijn god. Oh, helm is stuk. Let op je eten, let op je honger. Of je bier healing. Let er niet op. Oh, jullie moeten... Jullie die springen gaan voor, zitten. Die springen! Ja. Oh. Oh. Hey, jongens, jullie moeten niet laten lachen. Ik had bijna een stap lacht zijn in mijn lippen. Je hebt pirouetjes aan het doen. Ja, maar ik zag het op een gegeven moment gewoon niet meer. Ja, maar ik ben in het gewone PvP gewend om te draaien, dus dat doe ik nu ook. Oh, ik val weer naar beneden. Niks aan de hand. Je moet niet zo draaien, dan word ik duidelijk. Hele tactiek, joh. Goed, Arlo, tel maar af. Oh ja, 3, 2, 1, go!
Hoppa, enthousiast mee. Niet springen, Floor, niet springen! Mijn, dat werkt alleen maar in het nadeel. Nee, Floor! Oh. Oh, dat team blauw, ja, team blauw. Ja, ik ben voor rood, ik doe A. Nee, Rick. Ik zei, oh, let's go. Ik had zo vaak als spatie gebied. Jammer, Floor, helaas. Wat is de puntentelling op het moment? Wat is, want we hebben nu allemaal één keer gespeeld. Rick heeft 3 punten. Ja. Arlo heeft 0 punten. Ja. Char heeft ook 3 punten. Ja. Floor heeft 0 punten. Ja. Ik heb 2. En jij hebt 3. Oftewel, okay, dus aan kop staan Rick, Max en Char. Ah, wij zijn de... Oké, prima. Dan gaat alles er weer in, zou ik zeggen. Komt-ie. Harlo! Dus dan halen we Rick eruit. Als iemand Rick eruit kan halen. Ja, ik haal mezelf wel deze ronde niet. Ja. Tegen? Oh, Harlo? Tegen Char. Oh, hier ben ik al binnen. Char heeft een rode outfitje al. Zo. Ja, dit heet blauw, maar maakt niet uit. Blauwe outfitje, sorry. Sorry, inderdaad. Jongens, dit heet. Nee, dat kan ik wel. Dit kan je, Harlo. Dit kan jij. Oh. Ja, lekker, Harlo. Ik ga eens voor de verandering voor Team Blauw zijn, gewoon. Gewoon voor de verandering. Leuk. Team Blauw is leuk, hoor. Niet omdat jij het bent, Harlo. Hier, ik ben, dan ben je Team Rood. Nee, nee, hoezo? Oké, nu is het 2-2. Nu is het eerlijk, inderdaad. Ja. Oké, nou. Tel maar af. Go! Go! Niet eens aftellen weer. Kom op, Harlo. Ik bedoel, Char, ik ben voor blauw. Ja. Kom op, Char. De pirouetjes zijn draai van jullie. De pirouetjes zijn terug. Ja. Harlo, Harlo, gebruik je benen. Oh, je gebruik je benen, Harlo. Wacht, ik ben van Char. Ik bedoel, Char. Geen pirouetjes. Slaan, Harlo. Juist. Ja. Lekker, Char. Ja. Lekker, Char. Oh, ja. Oh, team blauw. 3, 2, 1, go. Oh. Even snel. Kom maar, doen we het even. We zijn de fans. Ja. C. Char. K. A. Nee, dat is je O. Oh, K, O, R, F, B, A, L, laag streepje, Char! Hey! Hey! Let's go! Zullen we de wave doen, Rick? Ja! Oké, okay, jij begint. Hey! Jij begint. Ja, oké, okay, komt-ie, hè? Ja. Ja! Hey! Nee, springen. Oh. Komt-ie. Ja! Hey! Oh, vent, hè? Nu terug. Hey! Wat vet. Dat kan het rode publiek helemaal niet, hè? Boe. Wij moeten nog veel meer aan. Hey. Hij komt helemaal tot hier. Oh. 3, 2, 1, go! Kom op, Harlo. Kom op, Harlo. Ja, kom op, Harlo. Oh. Nee! Had je niet gegeten tussendoor? Hij zei etenspauze en ze ging gewoon door. Ik heb het niet gehoord. Ik dat hoorde wel, ik wel. Hij hoorde het en je gaf mijn twee meppen daar toe. Ik hoorde dat niet. Jawel, hij zei het en daarna gaf hij hem nog 2 of 3 meppen. Ik heb dat niet gehoord. Ik hoorde het ook niet. Ja, ik hoorde het ook niet. Oh, mooi direct had die gast. Go! Nee, oh, oké, go! Oh. Harlo, niet zoveel springen. Draait om, niet springen, Harlo. Ik ben voor blauw, maar ik geef je tip. Okay. Oh. Waarom zeg je ah? Oh. Omdat ik het zielig vind! Ik ben voor jou, maar ik vind het zielig! We hebben... Ja, dit is prima zo. Ja. Even kijken. Ja, toch? Ja. Oké, komt-ie. De eerste is... Floor! Tegen, dan moet je... Oh, Char, die is er al uit. Die is er al uit. Tegen Rick. Of tegen jou, of tegen mij. Oh, ja, klik jij maar, Joris. Ja. Boom. Oh. Rick! Ja! Oh, tegen Rick! Oh, wat leuk! Nee, nee, dat wacht kan even, maar dat kan niet! Dat kan niet! Waarom moet ik weer tegen Joris op het einde? Klopt! Ah, oh. Dus Rick moet er ook naar jammer. Dus Rick moest er ook uit, dat kan inderdaad niet. Scherpe observatie, Char. Volgende! Oké. Okay. Go! Tegen Joris. Oh, je moet tegen Joris! Dan moet ik tegen Marcus en Plakkers. Oh, spannend, Rick! Ik begin vast. Oh, ik sla mis, nevermind. Ja, goed begonnen. Ik heb hier blauw. 3, 2, 1, go. Niet springen, Floor. Niet doen. Goed zo. Juist. Je gaat wel verliezen, maar het maakt verder niet uit. Maar ik sprong niet. Let's go, Floor! Maar je sprong niet. Oké, 3, 2, 1, go. Ja, nu moet je de juiste sporten, nu ze niet al af is. F, F, L. Oh, O. O. R. R. Laag streepje! Floor! Laag streepje! Oh jongens. Kom op, kom jongens! Floor! Je kan het, Floor! Oh ja! Floor, lekker! Lekker, Floor! Je bent ook één pauze dan! Pauze! Zeg dan één pauze, weet je? In plaats van ik ben bijna dood! 3, 2, 1, go! Goed zo, pak hem, Floor, je hebt een doekje! Juist. Je hebt een doekje!
Juist, Floor! Pak hem! Hij beweegt de pirouette. Ja, dan gaat de pirouette komen ze weer, hoor. Dan bouwen ze weer. Ja! Floor! Nee! Oh, scheelde zo weinig. Twee punten voor rood. Het scheelde niet veel. Floor, je moet één puntje op zijn minst halen. Ja joh, maar ik heb helemaal zweethanden, joh. Het is hier ook 31 graden. Oh, ik heb het ook zo warm hier. Dat is echt ongelooflijk. 3, 2, 1, go! Nee, ik wou het zeggen, ik moet aftellen. Er staat 2-0 voor Joris. Je komt 1 puntje, Floor, ik gun het je. Hey. Joris slaat niet eens. Hey. Hallo. Nou en, nou en. Hij slaat rennen. Floor, ik denk hier hoe je moet draaien. Saboteren? Ja. Saboteren? Oh nee, dat ik niet doen. Oh! Hey! Hey, nee, nee! Nee! Let's go, Floor! Ja, Floor! Let's go! Auw, auw. Nee, dat was de goeie. Die schoter. Ja, die knieën, Floor, die knieën. Wie was dat? Wie was dat? Niet eens. Hé, Arlo, hou eens op. Oké, 3, 2, 1. Ik ben niet meer voor jou, Rick. Go. Laatste ronde, want... Nee, één laatste ronde, want vorige gaat deze ook winnen. Ik bedoel, laatste ronde, want Joris heeft gewonnen. Joris heeft gewonnen. Hoe kan dit? 3 puntjes voor Joris. Ik heb wel eindelijk... Let's go! Tel maar af, jongens. 3, 2, 1. Go. Oeh, spannend, Rick. Kom op, team rood. Oh, dit is al iets moeilijker dan Arlo. Nou. Oh. Ja. Yeah! Team rood! Let's go, jongens! Team rood! Hey. Ik moest er even inkomen, ik heb al een tijdje niet meer... Ja, dat snap ik, Rick. Snap ik. Maar dit is trouwens inderdaad. Jij hebt begonnen, je bent nu pas. Ja, daarom. Je hebt pas 1 ronde gedaan. Voor wie ben jij, Arlo? Waar is Arlo? Ah, joh. Ja, dat is zielig. Die arme jongen gaat dan niet winnen. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben weer ready. Wacht, ik ben bijna ready. Kijken. Ja, ik ben weer ready. 3, 2, 1, go. Gelukkig hou je de spanning drift voor. Wel, hè? Oh, Rick. Hey. Oh, ja, Rick. Hey, oh, yeah. Yeah. Oh, nee. Hey, bro. Hey, nee. Hey, hey. Go. Go. Niemand zei wat. Het was heel stil. Bro, boeien! Ja! Yeah. Let's go! Yes. Wat is de puntentelling nu? Even weer een update. We hebben weer de tweede ronde gehad. Rick heeft in totaal 3 punten. Harlo heeft in totaal 0 punten. 0 punten. Oké. Okay. Ik heb er 5. Max heeft er 6. En Char heeft er ook 6. Ah. 7. Ik wil wel sowieso... Lijkt mij het dus een leuke wedstrijd. Is het leukst om nu Max tegen Char te doen, Harlo tegen Floor. Floor. Lijkt mij het leukst, ja. Tegen Rick. Ja. Ja, dat lijkt mij ook het leukst. Om in ieder geval Floor en Harlo lijkt mij sowieso een leuke wedstrijd. Hoezo? Ja, gewoon met jullie allebei. Gewoon, dat vind ik grappig, lijkt me. Jullie, okay. Ik denk dat jullie goed matchen in de wedstrijd. Jullie hebben allebei 1 en 0 punten. Maar dat is toch niks gemeens? Nee, oké. Dat is gewoon op basis van. Maar dan is het wel, als jullie tegen elkaar gaan, hebben wij eigenlijk geen kans om te winnen. Hoezo? Want één van jullie gaat op 9 punten eindigen, hoe dan ook. En ja, nee, dan zou ik eerder tegen... Ja, maar dan... Ja, het kan ook anders moet kunnen. Dan moet jij tegen Rick en ik tegen Joris. Nee, maar ik ben al tegen Max geweest. Ik ben nog oh, je bent tegen Rick geweest. En Joris dan moet al ik tegen geweest. Dan ben jij tegen Harlo of Floor. Ja, ja maar ja, kan ook. We doen het gewoon random, dan is het gewoon het eerlijkst. Anders hebben we, is het gewoon... Of zal nog niet iedereen erin? Jawel. Rick. We doen het gewoon random. Tegen wie ben jij al geweest? Tegen Max en Harlo. Max en Harlo. Nou, druk maar. Toenk. Tegen? Ik. Tegen mij. Oh, dan ga je Rick tegen Joris. Dan ja, okay. Maar dus, dit is de eerlijkste manier. Dan is het niet zeg maar... Ja, maar nu is het gewoon compleet willekeurig. Maar nu moeten wij sowieso tegen elkaar, want ik ben nee, al ik kan tegen ook nog Harlo... tegen Floor of Harlo. Ja, maar daar ben ik allebei al tegen geweest. Oh. Oh. Ja, dan is het... Ja, nou, dan is het zo aan de hand. Ja, maar nu is het willekeurig. Ja. Oké. Nu is het eerlijkst. Goed. Dit wordt ik ben voor jou, Rick. Ik ga jou bij sporten. Is er ook iets met kleding? 3, 2, 1, go. Oeh. Rick met een nieuwe tactiek. Rick met een nieuwe tactiek. Oh. Lekker, Rick. Hou je sterk, jongen. Hou je sterk, jongen. Blijf bewegen. Goed zo, Rick. Hij is je kwijt. Hij is je kwijt. Oh. Heb ik ook nog fans of... Eet pauze. 3, 2 en go. Ja, een beetje gek. Ja, is tricky. Beetje tricky, inderdaad. Kom op, Rick. Zijn linkerbeen. Ja, nee. Hij is zwak op zijn linkerbeen, Rick.
Oeh, dit is wel lang. Oh, je hebt een chestplate. Rick pas op! Eet pauze! Nee, dat was geen eetpauze. Ik kon je nog wel vaak slaan. Ik heb een half hartje. Ik zweer het je, ik heb nu een half hartje. Ja, je hebt vroeg gekald. Vroeg. Ja, ik was al net te vroeg gekald. Hij hing al op het randje. Ja, maar ik heb letterlijk een etenpauze nodig. Ik heb een half hartje. Ja, ik ben een half hartje. Je kan nu eten. Martin, sla me. Ja, maar je hebt ook nog geswommen. En nog een rellen in het publiek. Wacht even, jongen. Of zijn jullie al begonnen? Blijkbaar. Oh, we zijn al begonnen. Zij zijn al spontaan begonnen. Deze is het alles wat je hebt? Wie had er al ik dacht even... Eet pauze. Oh. Oh, dit is echt perfect, Rick. Dit is perfect. Hij gaat naar links of rechts rennen zometeen. Hij gaat naar links of rechts rennen. 3, 2, go. Oh, je had hem daar, Rick. Dat was heel tactisch. Je had hem daar. Ja, maar dat was poep. Ik vroeg het letterlijk aan Joris. Rick van het randje af. Werk jezelf weg. Ik heb niet genoeg gegeten. Ik heb weer een eetpauze nodig. Zo. Oh. Niet? Ja, nu. Oh, oké. Okay. Ik heb er ook één nodig. Oké, 3, 2, 1, go. De outfits zijn nou helemaal aan stront geholpen. Dus het is nu gewoon een rauw gevecht. Tot de dood. Oh nee, is tot de dood. Niet tot de dood trouwens. Er moet er nog een keer in. Als het goed is, niet. Oh, ja! Hij eet! Hij eet! Oh, hij zei geen eetpauze! Hij zei geen eetpauze! Let's go! Hij zei geen eetpauze! 3, 2, 1, go! Oeh, kom op Rick. Kom op, je kan het. Daar haat hij. Wat een spanning. Doe ik nee, Rick. Ja, goed zo, Rick. Draai het veld om. Goed zo, ja! Ik hoor iemand ook gewoon op dat toetsenbordrammen, joh. Rick, je hebt hem bijna! Hey, pa. Oh, ja, hij was te laat, Joris. Te laat. Hij heeft goed geen punt. 3, 2, 1, go! Oh, dat was een valse start eigenlijk. Pak hem, Rick. Kijk. Draai hem. Het veld wordt gekeerd. Meppen. Pak hem, Rick. Draai het om! Eet pauze! Ja. Irritante eetpauzes, jongen! Irritante pauzes! Kunnen we niet gewoon even onze armor aandoen? 3, 2, 1, go! Zo, Rick, ik kreeg een klap! Dat was echt een sick hit van Joris! Damn! Wow! Dat scheelde echt niks! Holy, die hit was echt insane! Wat een comeback! Hey, thanks voor de punten, hallo! Oh, ja, Joris is bizar! Oh, sorry. Of jou bedoel ik, thanks. Het is al laat. Ik waardeer het. Het is warm, het is half negen. 3, 2, 1, go. Kom op, Rick. Doe nou even meer je best, jongen. Dit was helemaal Rick, niet trouwens. Rick! Spijtig. Hij was dood gegaan. Hey, stop. Jammer. Rick, je bent aan mijn kant. 3, 2, 1, go. Ja, je kan het knatsch. Je bent mijn coach, hè? Normaal wel, ja. Kom op. Linkerhoek. Doe de pirouetje. Nee, geen pirouetje char vandaag. Kom op. Kom op, Max. Ja. Max, doe die balletschoentjes aan en pirouet. Pirouetjes. Max, doe het. Max, als je een eetpauze nodig hebt, zeg het, hè. Ja, niks van hand, joh. Niks van hand. Ik zei het. Juist. Huh? Ja. Ik zei vier keer eten. Ik heb echt niks gehoord. Ik heb niks gehoord. Ik zei echt vijf keer eten. Ik heb een half hartje. Ik hoor niks, Max. Maar wat doe je hier? Ja, ik als coach. Prima, eetpauze. Vind ik het goed. Dan gaan we wel eens dezelfde houding, zo. Ja, ik vind het prima. Char was niet dood. Ik begon zo ook te vroeg gezegd. Half hartje, bro. Ja, dat had Rick ook. Ja. Dat had ik ook. Ja, maar en die werd ook bij Rick zo. Ja, maar ik ben in het spel, ik mag niet keuren. Ik doe mee. Stemmen. Max, je kalt. Moet ik je masseren? Ja, doe even. Godverdamme. Oké, harder. Oké, we gaan door. Slijmbal. Ik vind dat Max helemaal in zijn recht staat en dat hij deze ronde. Oh my god. Floor, luister het terug. Dan hoor je hoe vaak ik eten zeg. Maar prima. Ja, ik eens. Hoor het. Ik nee, hoor ik het. Nee, we gaan stemmen toch? Ik bedoel, wij mogen niet stemmen, Char. Het is 3 fans tegen 1 fan, dus in principe, ja. We kunnen ook gewoon een reset vanaf de eetpositie doen. Dat lijkt me dat vind ik ook, ja, ik vind het goed. Hier. Ik vind het goed. Hier. Ja, prima. Ik vind het goed. Ja. Akkoord. Oké. Okay. Go! Nou, was wel eerlijk. Weten we dat ook weer. Rick had het net ook, maar ik mag niet oordelen. Glijbaan.
Vliegtuig, go! Mooi aftel, Rick. Dank je. Je kan het, hè? Je kan het. Ja, komt goed. Ik heb die rugmassage. Ik heb hier jarenlang voor getraind. Nee. Ik voel die rugmassage. Pirouetje. Oh. Ik ga me invertellen, what the fuck? Ik zag, je stond stil. Hoort er allemaal bij, als afleiding hier. Pirouetje. Mag je? Draait om. Hey, oké. Doe de linkse stier, zoals ik je heb geoefend. De linkse stier? Ja, je weet... Juist! Die moet je... Ja, die move, doe het. Die moet je doen. Ik heb hem hier geleerd. Doe het. Ik ben ready, zeg maar als je ready bent. Dit is compleet kansloos, maar goed. Ja, ik heb het net ook zo gered, hè? Ik kan zeggen, Rick of Joris kan ook zo. 3, 2, 1, go! Dat was je kans, ja. Max, je deed hem niet. Nee, maar hij moet opbouwen. Ja. Hij moet opbouwen. Je wordt boos nu, hè? Ja, je wordt boos. Ja, daarom. Doe het. Kijk. Ik ben niet voor niks het rode team. Oh, dan krijg je ziet er al een beetje rood uit. Je wordt aardig links, Max. Boet. No. Hey! Ik snap het niet, bro. Ik snap echt niks van dit. Ik ben mijn sprint kwijt. Hoe kan dat? Is grote goed. Max is grote goed. Nee. Ik snap niet hoe mijn sprint weg kan gaan. Ja. Rick heeft het goed geleerd. 3, 2, 1, go. Oh. Ja, kijk de stier, hè. Eet pauze. Oh. Ik ging weer mee, sorry. Goeie reactie. Ja, dat is scherp. Lekker scherp. Was erg scherp. We waren gelijk stil. Oh, go. Goal. Spanning, Char. Links is die, Max. Links is die. Maar die kent ze inmiddels. Er is hem voorbereid. Doe hem op rechts. Oh, goeie. Die pirouetjes van jou. Zit je in één keer weer achter me? Ik moet zo eten trouwens, ik kan nou eens het was. 2,5 hartje, 1,5 hartje, 1 hartje, stop. Go! Gij! Zo! Jeetje! Nou, dat is een lange ronde dit, Char. Je houdt het spannend. Wie hebben we hier met z'n Yeah! En de trouwe fans zat hier altijd al. Helemaal niet! Overlopen! Yeah. Harlow is mijn trouwe fan! Nee, Harlow is de trouwe fan, jij bent een overloper. Helemaal. De eerste volgende keer als ik dit ga doen, ga ik mijn keybind van mijn inventory op E zetten ofzo. Hoe klik jij op E? Hoe gebeurt jou dat? Omdat ik dan om W ga klikken en dan heb ik te dikke stompen ofzo, terwijl ik hele kleine handen heb. Ja, maar met welke vinger druk jij op de controle? Ja, maar dat is ook leuk. Wat zei je, Harlow? Ik verwacht wel dat je nu aan mijn kant zit. Ja, ik support jou. Nee, dit vind ik echt onmoeilijk. Ik support ook altijd floor. 3, 2, 1, go. Oh, kom op, Harlow. Dit is oprecht heel spannend. Ik ben echt heel benieuwd. Pirouetjes. Harlow, denk aan je bril. Je ziet beter dan haar. Je ziet scherper dan haar. Dat is niet waar, ik heb mijn eigen oog nog. Ja, joh, ik wil mijn eigen bril. Ik heb mijn eigen oog. Pauze. Ga je nog wat doen, zou ik? Ja, weet ik nog niet. Ik denk dat ik het zo meteen wel voor gezien hou. Want die zien we echt wel gewoon een beetje warm. Zo lekker wat anders. Je mag ze maar afgaan. Ja, gewoon even. Oh, sorry, ik zeg maar Minecraft. 3, 2, 1. Wat een stille wedstrijd. Omdat het zo spannend is. Kom op, Harlo. H-A-R-L-O. Haker, hey. Haker, hey. Kom op, Harlo. We gaan het papier een beetje doen. Kom op, Harlo. Eet pauze. Oh, ja, niet door. Maar hij moet op het randje blijven staan. 3, 2, 1, go. Oh, Harlow. Maar geen al. Oh, speler. Ja, ligt eraan wat voor. Maak hem in. Zet hem op. Ja, Harlow was er al kwijt. Harlow was er kwijt. Sneak attack. Oké, nu staat het kiet. Wat gebeurde er ook? Harlow was er ook direct kwijt. Begon om zich heen te slaan. Ik ook wacht, ik heb een pauze nodig. Oh, sorry. Kom op, jongens. Nee! Ja, let's go! Je wijst naar de verkeerde kant van de tribune, maar yay! Harlow! Oké, 3, 2, 1, go! Ik voelde hem ook aangesproken, hoor. Ja, daar kwam ook Floor uit. Ja, daar kwam letterlijk Floor uit. Hey, ho! Geheim ballettactiek dit! Ik zag het niet. Ik kreeg gewoon door. Kom op, Harlow. Je moet er niet spam slaan. Even wachten. Nee, tuurlijk niet. Gewoon spam. Eet pauze. Harlow weet het best. Harlow doet eet pauze. Terwijl die rondje rent. 3, 2, 1. Go. Niemand zei go. Kom op, Harlow. Harlow! Draai het om. Goed zo, Harlow. Ja, nu heb je er. Slaan. Maak niet uit welke vrouw is. 2024, alles mag! Kom op, Harlow! Nee! Hij zou geen etenspauze. Nee, dat klopt. Oké, 3, 2,
1, go! Kom op, Arlo. Ik vind het niet helemaal eerlijk gaat hier. Kom op, Arlo. Kom op, Arlo. Je kan het. Wat is het? Is dat gewoon healing? Wat is het? Regeneration. Oh, ja, maar daar heeft hij uiteindelijk niks aan. Nee, klopt. Hij heeft alleen maar minder vaak eetpauzes. Ja, maar Floor moet altijd steeds eetpauzes doen. Eetpauze, eetpauze. Kijk, nu was het duidelijk, Floor. Zullen we gaten in het platform maken? Ja. Een paar, doe maar het glas. Ik een paar, niet te veel. In elke blauwe ding één. Dit gaat helemaal goed. Oh, dit is wel wat, toch? En als je er doorheen valt, maakt niet uit of je op dat steen eronder komt of in het water. Je bent gewoon af als je er doorheen valt. Zeggen we dat vast. Is dat vooraf bepaald? Go! 3, 2, 1, go! Sla er deze kant op, Arlo! Sla er deze kant op! Sla er hierheen! Deze kant op, Arlo! Oh, Arlo naar ons! Breng deze kant op, breng deze erin! Ja! Lekker, Arlo! Ja. Ze is door de gat gevallen! Yeah! Lekker, Arlo! Oké, 3, 2, 1, go! Op door. Bij de volgende eetpauze ga ik weer een gat toevoegen. Waar is het? Waar is het? Arlo, pas op! Oh! 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 Je liep er zelf in! Oh, die heeft ook die gaten. Oh. Ja, wie was dat? Hallo, jullie staan nu gelijk. Jullie hebben als het goed is nu allebei 2 punten in totaal. Nee. Jij, nee, in totaal. Gewoon, nee, ja, jij één, maar in totaal bedoel ik. Over, de hele, ja. Over het hele toernooi gewoon. 3, 2, Rick, wat doe je? 1, ja, ik go. Met shot. Ja, ja. Ja! Lekker voor Let's go, Floor! Oh, oh. Hey, maak het wel spannend. 2-2. Het is dus alles of niks, oké? Okay? Nou, trouwens, het is Floor, een beetje of wint, niks. Heb je evenveel punten als Rick? Ga ervoor. Nee, daar ga ik voor. Wacht, wat? Daar ga ik voor. Oh ja, inderdaad. Nee, dan heeft ik heb er 4. Ja, dan heeft zij er ook 4. Ja, hey, Justin is er. Bijna op tijd. Klopt, Justin. De joker. Die joker, inderdaad. Oké. Okay. Is joker. 3, 2, 1, go. Kijk, nu gaan ze wel go. Goed, hè? Kom op, jongens. Het begin van Arlo. Kom op. Na 400 kom op. Van Arlo. Kom op, dit is heel spannend. Oh, de gat. Pas op het gat, Floor. Pas op het gat, Arlo. Gat, het gat. In het blauwe. Dat is helemaal niet. Oh, ja. Pas op, Arlo. Oh. Nee. Ja. Hij sprong in een gat! Hallo! Oh. Goed jongens, we zijn klaar. We hebben goed gevochten. Zelfs jij, Floor. We hebben goed gevochten. En Justin is hier gewoon ineens tot slot voor de prijsuitreiking. Boe, leuk, Justin. Justin. En Justin, jij hebt ook de prijs. Heb jij toch? Ik heb de prijs. Jij hebt de prijs. En hij is... Wat doen we, jongens? Want trouwens, dat leggen we zo meteen wel uit. Doe eerst even van laag naar hoog. Dat is denk ik altijd leuk. We weten het volgens mij allemaal, maar het is toch voor de kijkers is leuk. Nou ja, welkom bij deze prijsuitreiking. Mag degene die het aller slechtst is van iedereen hier, die ergens het helemaal niet goed heeft gedaan, naar voren komen. Ja. Dat is meneer Arlo. Oh, applausje voor die zag ik niet aankomen. Applausje voor Arlo. Hoeveel punten heeft hij? Ja, Arlo. Hij heeft... van de slechtste, hè? Hij heeft geen 3, niet 1, maar 2 punten. Kijk ook ineens heel sip, Arlo. Je kijkt ook eerste van onder, let's go. Ik ben best wel blij eigenlijk, maar het was ook wel een beetje sip. Arlo, je bent de enige die kan zeggen dat je de eerste bent van onder. Hey. De eerste van 100! Hey. Oké, okay, nou, doei! Oh. Oké. Okay. En nu komt er iets speciaals. Ja. Oh. Iets heel speciaals. Ja. Ja. Nou. Ja, komt-ie, hè? Ja. De vierde plek. De vierde plek? Is het de vijfde plek? We gaan van 6 naar 4. Let's go. Ja, nou ja. Het is een gedeelde vierde plek. Oh. Oh. Denk ik. Dat heb ik niet gezegd, Rick. Oh, sorry. Maar dat komt wel. Oh. Mag ik naar voren roepen? De heer Rick. Oh, ja, dat ben ik. En mevrouw Floer. Jullie hebben in totaal samen 8 punten. En als je die deelt door 2, hebben jullie allebei 4 punten. Dus, een gedeelde vierde plek voor de heer Rick en Floer. Geen laatste. Gedeeltelijk 1 laatste. Oh, bijna. Bijna. Gedeeltelijk 1 laatste. Oké, okay, en dan gaan we, ja, naar brons toe. Naar brons. Naar brons. 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 Ja, zijn jullie er klaar voor? Mag ik mevrouw Korfman naar voren? Hey. Hey. De handpal op de controle. Hey, let's go. Inventory open, jongens. Inventory open. Hey. Sumo Char. Wist jij, als je de vierde en de vijfde plek bij elkaar optelt, dan
kom je dan op uit? 9 en dan heb ik... Nee, 6. Jongen. Wat? Yes, in totaal 6 puntjes. Dat was gefeliciteerd. Gefeliciteerd! Hey! Dan zijn er nog 2 mensen over natuurlijk. Hey, jongens. Hey. Wel mooi dat wij ook allebei gemaakt hebben. Ja, we hebben ook geoefend als enige. We hebben 1 oefenrondje gedaan. Daar komen jullie allebei maar even. Komen jullie allebei maar even. Ga maar even. Nee! Die zielige nee! Het is heel close, goed. Heel close. Ja, echt heel close. Wist je dat? Ja. Ja, ik was er niet bij, maar het is echt heel close geworden. Het is bizar. 1 van jullie heeft er 9 punten. En de andere heeft er... misschien 8. Ja, wij weten het al. Ja, maar waarom zit ik dan deze prijs te kijken? Voor de kijkers is het spannend. Oh, dat is voor de spanning. Oh, kijkers, wat is het leuk. Tenzij ze gewoon geteld hebben. Dat hebben ze hoogstwaarschijnlijk gedaan. En heeft Jelette waarschijnlijk in beeld gezet. Dus nee, dat okay, niet. Oké, maar niet uit. De tweede plek gaat naar... Jongs. Hey! Hey! Ik ben blij met mijn tweede plek, hoor. Ja, nee, dat snap ik. Ik ben ook heel blij met mijn tweede plek. Nou, even speech over Joris wel. Even... Joris? Hey, goed hoor. Nou, volgende. En nu? Ja, nee, dan hebben we natuurlijk nog eentje over. Zijn jullie het er allemaal mee eens? Iemand bezwaar? Ja. Ja, een beetje, maar... Nou zo! Ik had echt mijn best gedaan. Nee hoor. Ja, je was al een beetje aan het cheaten. Dat is niet waar. Hoezo? Ik wil Farid. Lekker hallo! Let's go! Met trouwe fan! Ja, die laatste staat. Maar oké. Okay. Maar jij hebt er 9 puntjes gefeliciteerd, Flipstaart. Dankjewel, hé. Hey. Wat win ik? Jij wint. Ik win. Een explosief. Oh! Jeetje! Doei! Doeg, dag hoor. Oké, jongens. Waar gaan jullie allemaal heen? Wat zijn jullie aan het doen? Ja, een explosief. Nee, het is veilig. Kom maar even. Kom nog maar even naar de tribune. Dan leg ik even het volgende spel uit. Als jullie op de tribune gaan zitten. De winnaar van dit spel was het idee. Die zou deze bom krijgen. En dan ben je als winnaar ben je eigenlijk de loser. Want je wil niet de bom hebben. Dus ik heb best wel pech in dat opzicht. Maar het idee van de bom. De bom die zit in jouw inventory. En die zal ontploffen over, wat zullen we zeggen, een maand specifiek? Een maand. Jezus, wat een lange lom. Dat duurt wel lang, ja. Twee weken? 3 weken. 2 weken. 3 weken. En een half. Maar ik ga op 24 op vakantie, dus 2 weken is eigenlijk wel goed. Tot de 23ste. Echt? Ja, ik heb vakantie. Ja. Dan doen we 3 weken. Ik weet het tot na de vakantie doen. Ik zit op het strand. Een maand! Een maand de tijd! Nu doet hij het ook! Een maand de tijd! En bij wie die dan in zijn inventory zal zitten, je mag hem niet uit je inventory halen, zal die ontploffen en die is de grote loser. En dan zullen we met z'n allen een gepaste straf bedenken, oké? Voor dat persoon. Maar als ik nu lief en ik kom over 2 maanden pas terug... Dan ben je gewoon in het algemeen loser. Dan ben je in het algemeen loser. Nee, dat is slim. Nee, dat is gedaan. Maar het ding is... Ik heb een voorbeeld nodig. Als even één iemand ziek. Het telt niet. Het telt niet nu. We gaan dan het spel nog niet in. Rick, pas op. Kijk. Oh. Nee, ik zei het. Mag iemand anders hebben? Kijk, stel ik sneak nou. Joris staat gewoon stil. Oh, sorry Rick. Stel Joris staat nou gewoon zijn eigen ding aan het doen en ik sneak naar hem toe, weet je. En Joris, ik drop dat ding aan hem. Nu heeft hij de won. Nu is hij de loser, weet je. Nu is hij loser sukkel. Nu mag je hem niet teruggeven aan mij. Alleen aan andere persoon. Je mag niet teruggeven aan de persoon van wie je hem gekregen hebt. Maar het kan op meerdere manieren gaan. Je kan hem droppen. Je kan hem ook via dispensers doen. Dat je iemand over de pressplate loopt en ploep, hij heeft hem in zijn inventory. Je kan op alle manieren doen, maar je mag hem, als je hem hebt, niet uit je inventory doen. Gewoon niet. Okay. En je mag nu, ik mag nu zelf kiezen of ik het aan jullie vertel dat Joris hem heeft. Maar ik mag ook zeggen dat ik mag ook verzwijgen, weet je? Ja, nou, ik mag het ook verzwijgen. Oké, okay, ik heb een vraag. Ja. Ik heb ook een vraag. Ik ben eerst. Ik ook. Stel nou dat ik mijn nieuwe kistenkamer in kom lopen. Ja. En ik zie daar heel overduidelijk een pressure plate liggen. Dan loop ik gewoon omheen. Dan kan je maar dan moet je hem wel melden. Kan je erin kijken dat zelfs, ik hem weet heb je? Gevonden. Ik heb gevonden, ik ga hem niet pakken, dan kan hij hem weer eruit halen. Weet je, dat zou ik dan melden inderdaad. Ik vind ook, want duurt dat best wel lang voordat je hem oppakt. Als je er overheen mee gaat lopen, dan moet je hem ook gewoon aanvaarden. Als je hem hebt, heb je hem, weet je. Als je hem hebt, dan krijg je hem niet. Ja, maar stel je loopt over een dispenser heen en hij is al uit de dispenser. Alleen jij ziet van, ah, het is die grote bom en je loopt snel weg.
Nee, ja, nee, dat ja, maar dropt, je pakt hem gelijk op 9 van 10 keer, hè? Het gaat heel snel. Ja, hij dropt okay, gelijk maar stel je hebt hem gezien, zeg maar, op het moment dat je hem eigenlijk zou oppakken, dan is dat gewoon... Ja, dat ja. klopt. Ja, oké, okay, maar stel ik kom hier nu langslopen en ik denk, hey, ik zie hier een dispenser en ik doe hem open en ik kijk er even in en ik zie dat ding liggen, dan denk ik, oké. Okay, ja, dat van. Kan je doen, zeker. Maar dan moet je een beetje verstoppen natuurlijk, die dispenser. Ja, nee, precies, oké. Okay. Moet je sneaky zijn. Oké, okay, snapt iedereen het? Ja. Ja. Heeft iedereen duidelijkheid? Dan is het spel nu begonnen. Oké, okay, Nee, Floris is gewoon gelijk weg. Nee, bij deze is het spel begonnen. Hij duurt een maand. Ik zal het bommetje zo bewaren in de tussentijd. Heel voorzichtig ja. bij me. Ja, doe maar een maand. En ik vond het leuk. Ik vond het een gezellig sumo-platform wedstrijd ding, ja, jongens. Ik vond het fantastisch. Ik vond het gezellig. Ik heb wat voor je, Arlo. Nee, ik heb wat voor je. Ik heb wat voor je. Nee. Oh, die was al goed gegooid. Goed, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Het was waarschijnlijk een veel langere video dan normaal, maar het sumo-toernooi was hartstikke leuk. We hebben nu een bommetje, daar moeten we voor oppassen. Ik begin ermee. In de volgende video ga ik proberen dit bommetje aan iemand te geven, zodat dat persoon, als de tijd voorbij is, zal ontploffen. Maar voor nu heb ik hem nog even. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video als je die nog niet gezien hebt. Moet je hem zeker even kijken. Het is gewoon een map van een kijken met Justin. Aanrader om te kijken. En dan nu spreken later. Glaasje water. Telt het 4. Flesje bier. Tot de volgende keer.